Welkom dames en heren bij de stemwijze parodie. En ik moet eigenlijk al een beetje lachen, omdat het gewoon iets heel gek is. Ik zag de eerste twee vragen en ik dacht, dit moet ik voor jullie opnemen, want het is echt bezopen raar. De enige stemwijze met stellingen die er echt toe doen. Dus ik ben heel benieuwd. We gaan dit wel heel serieus nemen. En ik hoop dat jullie ook met mij mee kunnen doen. En misschien kiezen jullie wel hetzelfde wat ik ga doen. De stemwijze parodie test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen. Ik krijg dus 30 vragen en die ga ik beantwoorden. De eerste. Windmolens. 1. De provincie moet stoppen met het bouwen van windmolens. Wat zullen we doen? Ik denk oneens, want windmolens zijn cool. 2. Moskeeën. De provincie mag meer moskeeën bouwen mits van Lego. Ik vind dat wel... Ja, ik weet niet of ik racistisch ben als ik eens zeg. Maar het zou heel tof zijn als ze van Lego eruit zien. Dus ik denk dat ik dat eens mee ben. 3. Warenhuizen. Ik lig niet wakker van een faillissement van V&D en van Blokker al helemaal niet. V&D shop ik niet zoveel, bij mijn Blokker vind ik al heel tof, dus ik ben hier wel mee oneens. Ik vind dat Blokker niet weg mag gaan. 4. Privacy. Mijn Facebook vrienden mogen alles van mij weten. Vind ik leuk. Ik doe vind ik leuk. 5. Pensioen. Ivo Opstelten is veel te oud, heeft te weinig power en moet daarom opstappen als minister. Zeker mee eens. Geen van beide. Ik doe eens. De volgende. Afblijven. De provincie moet zelf bepalen of Zwarte Piet zwart is of niet. Dat is een lastige. De provincie moet zelf bepalen. Maar dan zou je dus naar een andere provincie moeten gaan. Bijvoorbeeld Limburg viert wel Zwarte Piet. Dan zou je dus helemaal naar Limburg moeten en dan raakt die hele provincie overbevolkt. Ik denk dat het geen van beide. Er zijn geen twee vragen. Ik zeg oneens. Volgende. 7. Oh, kom er... ... kijken wat ik in mijn schoentje vind. Oh, kom er... eens. Kijken wat er... Oh. eens. Oké, ik snap hem. 8. Aha. Harry Piekema moet terug als de leuke filiaalmanager in de Albert Heijn reclames. Ik wil seks met die kale. Ik doe eens. 9. Nostalgie. Er moeten gewoon meer Flippo's in de chips van Smits. Zeker weten, die Flippo's. Dat waren... Ja, misschien weet je het wel. Als je die weet, schaam je. Dat waren in de zakje chips. Zaten altijd verborgen ergens onderaan de zak of bovenaan de zak. Je wist het nooit. Zaten van die ronde Flippo's. En die kon je dan versparen en verzamelen. Oh, ik mis dat zeg. Ik mis dat echt. 10. Terror. Terror in Frankrijk door een paar streken op papier. Waar sta jij? Je suis Charlie, je suis Willy, je ne comprends pas. Ik denk pas. Ik ga niet stemmen voor dat. 11. Meer of minder? Willen jullie meer of minder vragen? Minder. Dat gaan we regelen. Dan gaan we dat regelen, ga ik zeggen. 12. WIDM. Ik wist er bij aflevering 1 al dat Margriet de Mol was. Ik zet een joker in. Eens. 13. Zendtijd. Dave en Dries Roelvink zouden meer zendtijd op de publieke omroep moeten krijgen. En je kan alleen kiezen geen van beide. Oké. Ik geef van beide. 14. Amusement. Boer Geert moet gecastreerd. Dat kan toch niet? Ik doe eens. Hij moet gecastreerd worden. Showbiz, 15. Katja Schuurman is weer vrijgezel. Yeah, nog niet officieel. Boeiend. Boeien me niet. 16. NS. Er is momenteel geen treinverkeer mogelijk tussen Blaadje op de Rails, Wie is er nu weer gesprongen, of Yes, gratis koffie. Gratis koffie, ook al drink geen koffie, het gaat gewoon om dat woordje gratis. 17. Financiën. Iedereen zou geld moeten kunnen lenen van Gordon. Eens, infaam en abject of oneens? Ik vind het oneens, want hij heeft wel recht op zijn geld. 18. Rekentoets. Jantje heeft 15 knikkers. Hij verliest er 5 en wint er 3. Hoeveel knikkers heeft Jantje? Afschaffen die toets of wat? Wacht, Jantje 15 knikkers. Oké, hij verliest er 5. Oké, dan heeft hij er 10. En wint er 3. Dan heeft hij dus 13 knikkers. Maar waarom kan ik dat niet invullen? Dat is jammer dit. Nou, ik zal zetten. 19. We moeten nog een paar vragen, denk ik. 19. Bereikbaarheid. Samsung is zoveel fijner dan Apple. Daar ben ik het zeker mee eens. Ja, sorry voor de Apple fans. Sorry. Ik heb een iPhone gehad, dus het is goed. Maar ik heb hem al na een jaar verkocht, dus dat is goed. 20. Advies. Ik kan mij niet voorstellen dat hier een nuttig stemadvies uitkomt. Eens. Uw mening komt het meest overeen met PvdA.
PvdA Partij van de Humor. De partij die ook deze verkiezingen niet serieus genomen wordt en daarom ook niet mocht deelnemen aan de verkiezingen. Nou prima, ik vond het heel leuk. Nieuws heeft het leuk gedaan, Nieuws Schoffen. Wil je de stemwijzer ook gaan doen, de stemwijzerparodie? Dan kan dat beneden in de beschrijving. Ik vond het heel leuk om te doen. Ik hoop dat jullie ook hebben genoten. Tot de volgende keer. Vergeet niet te abonneren in het midden van het scherm. En doei doei!